Sof gaat wel op de gezonde toer. Na een tijdje denkt ze ook, ja, zo kan het niet langer meer. Nee, maar het is heel gezond wat hier nu wordt gemaakt. Sorry. Ik speel dus Bouke in de film. Een chef-kok die heel erg geïnteresseerd is in de aardse producten. Ik heb Fridtjof naast me, Fridtjof Kempenaar. Dat is een beetje de chef-kok die een vegetarisch restaurant runt. En die leert mij alles. Bouke is echt fucking pietje precies, hè? Zij wil alles heel goed doen. Alleen soms in een restaurant moet je gewoon even knallen. Daar zit ook nog een spettertje. Oh, dankjewel. Ik ben perfect geschikt voor dit soort dingen. Ja, ik heb namelijk superveel geduld. Dus ik ben perfect geschikt voor dit soort dingen. Hoezo? Heb je wat anders gehoord? Ja, dat was allemaal geen probleem. Maar met Ahmed is het wel, je hebt wat meer besturing nodig. Ik kan op zich wel koken, ik ben alleen een betere assistent. Lies heeft wel meer ervaring met koken, ook thuis. En die zette ook zo een mes aan, zo dat ik zei van joh, kan jij niet in de film dat ding, die scène doen? Want jij kan dat wel heel goed. Dus jij heeft wel wat meer ervaring als Ahmed. Ik merk wel dat Ahmed niet, ja, die kookt thuis een eitje denk ik, maar dan blijft het wel bij. Ja, nee, tuurlijk. Eitje koken sowieso. Zo, gaat de manager toch weer koken? Ja. Leuk. Mag ik even proeven? Ja, ga je gang. Ja, ik ben aan het experimenteren. Zelf iets maken. Als het een kipje is, een kipfiletje of zo, of een zalmpje. De makkelijke dingen. Maar voor de rest bestel ik echt alles online.